Je kunt eigenlijk Uber schetsen als een bedrijf wat 8 jaar geleden, of een product wat 8 jaar geleden ontdekt is. 2-3 mensen die in Parijs stonden zeiden van wat zou het goed zijn om na deze conferentie gewoon een ritje hier op de stoep te kunnen bestellen. Toen de missie gezet om mobiliteit voor iedereen in de wereld zo beschikbaar te maken als vloeiend water.